Het decembergevoel is begonnen. Heeft u hierdoor meer zin om aan goede doelen te geven? Of ik meer zin heb om goede doelen te geven? Nou, in principe wel. Ik steun al wel wat doelen. Natuurlijk is dat altijd goed voor de kinderen om wat extra te krijgen of andere organisaties. Ik denk dat het decembergevoel er ook wel bij aan bijdraagt, zeg maar. Omdat mensen natuurlijk wat guller zijn en wat opener. Dus dat gevoel denk ik voor de meeste mensen wel zo is. Nou, ik geef eigenlijk iedere maand aan goede doelen. Dus wordt gewoon maandelijks afgeschreven aan Amnesty en Avaaz. En ik ga dan niet in december extra geven of zo, dat niet. Ja, gezien het jaargetijde inderdaad wel wat meer. Maar niet superveel dat ik andere delen van het jaar niet zou geven. Niet meer als normaal? Nee, ik geef het hele jaar door aan goede doelen. Ik weet niet zeker of dat per se aan het november-december gevoel, of dat daarmee te maken heeft. Maar misschien dat je wel meer gaat nadenken over van, nou, we zitten er nu allemaal warmpjes bij. En dat je dan meer over andere mensen gaat nadenken. En welk goed doel is het dan precies? Vogelbescherming, vogels zijn mijn favorieten, dierenbescherming, het IFAW, Wereld Natuurfonds, Wakkerdier. Ik steun eigenlijk maandelijks SOS Kinderdorpen en in het verleden ook UNICEF. Ik heb 5 goede doelen, Amnesty, Greenpeace, Hartstichting, Nierstichting en kankerstichting. 5. En waarom geeft u het hele jaar door? Omdat ik helemaal gek ben van dieren. Dus ik geef heel veel aan dierendoelen. Ik heb jaren veel aan goede doelen gegeven. En op een gegeven moment ben ik opgehouden omdat ik merkte dat in mijn omgeving sommige mensen best heel krap zaten. Een vriendin die er schilderde en er materiaal niet kon kopen. En toen ben ik eigenlijk overgegaan op incidenteel mensen in mijn omgeving te steunen. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk al heel veel kankerfondsen, maar nog steeds, ik denk dat het wel goed is om dat te blijven benadrukken, omdat er nog steeds te veel doden vallen daardoor. Ja, gezien mijn studentenbudget niet superveel, maar als de mogelijkheid er is, ja. Het maakt voor u dus niks uit of het de maand december is of nu. U geeft gewoon altijd. Nee, het is gewoon structureel wordt er iedere maand wat afgeschreven, ja. Breda Nu. Je weet het meteen.